Ja, daar zijn we weer met een video die nog geen traditie is, maar het mogelijk wel gaat worden. We zitten zo'n beetje aan het einde van het jaar en ja, dan denk ik dat het altijd wel leuk is om terug te kijken op het seizoen tot nu toe. En ja, daar zijn wel wat opvallende dingen over te melden. En het is natuurlijk geen wedstrijd waar we in zitten, maar ja, je ontkomt er toch niet aan dat je een beetje vergelijkt met andere jaren. En ja, daar heb ik me ergens in verdiept. En daar is best wel wat opvallends over te melden. Ik heb er overigens een biertje bij genomen en er komen straks wat leuke beelden. Dus ik zou zeggen, neem ook een bak koffie of iets fris of een biertje. Want het gaat wel even duren, maar ik hoop dat je het niet verveelt. Maar ja, er zit een knop op, kun je hem gewoon uitzetten. We hebben nu zo'n 7 maanden gehad sinds de opening van het seizoen en ja, ik hou het in de notities op mijn telefoon bij en ik heb dit jaar tot nu toe zo'n 365 snoeken gevangen. En dat is dan gebeurd in 84 sessies. En als je dan kijkt wat er dan gemiddeld is gevangen, is dat zo'n, ja, het klinkt raar, maar 4,25 snoek per sessie. En dat klinkt eigenlijk helemaal niet zo gek, maar als ik het vergelijk met bijvoorbeeld vorig jaar, dan had ik om deze tijd al boven de 500 snoeken. En ja, dan kun je dus eigenlijk wel concluderen dat dat toch echt wel wat minder is als vorig jaar. Wat wel opvalt is dat, en ik moet je eerlijk zeggen, dat had ik 2 jaar geleden ook een beetje voorspeld met collega-vissers. We vangen dit jaar gemiddeld grotere snoeken. We vangen er dus minder, maar gemiddeld groter. En 2 jaar geleden viel het erg op dat wij allemaal meer vingen, maar heel veel vis in de categorie ruwweg tussen de 55 en 75 centimeter. En ja, dat zijn natuurlijk mannetjesnoeken, vrouwtjesnoeken, hè, maar dan was 2 jaar geleden, en die verwachting heb ik ook uitgesproken, het toch echt wel zo dat we rond deze tijd meer meters zouden gaan vangen als die jaren. En dat komt ook echt uit. Als ik nu kijk naar het aantal grote vissen wat ik vang. Ik heb net genoemd, ik heb nu zo'n 365 snoeken gevangen tegen ruim 500 vorig jaar. Maar vorig jaar, eind december, had ik 21 meters en ik heb er nu 28. En als je dat dan weer vergelijkt met het jaar daarvoor, had ik over het hele seizoen maar 9 meters. En ja, maar 9 meters. Ik realiseer me dat niet iedereen in staat is om meters te vangen. Of dat geluk heeft of niet op dat water vist waar ze wel zitten. Dus ja, van 9 meter plussen over een heel seizoen naar de eerste 7 maanden, vorig jaar 21 en nu 28. Ja, dat is toch wel een interessant beeld. We vangen dus minder, we vangen groter. Ik heb ook, ja, zeker, nou, misschien wel 35, 90-plussers gevangen. Hè, onder die 365 snoeken. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar het zet je ook wel aan het denken over wat er in de toekomst te verwachten is. Want ja, we vangen dus minder en we vangen ook minder kleintjes. En dat in tegenstelling tot 2 jaar geleden, waar we nu de vruchten van plukken. Maar als je 2 jaar verder kijkt, ja, dan kon het wel eens wat gaan tegenvallen. En ja, waarom vang je minder? We hebben een heel raar seizoen, want iedereen die ik ken die hier in de regio vist, klaagt. Heel veel mensen die echt blankdagen hebben of maar 1 of 2 beten op een dag krijgen. Nou, het is bij mij ook niet om over naar huis te roepen. Maar ik heb gelukkig al zo'n 2,5 jaar lang geen blank meer gehad. Ja, kijkend naar de toekomst, als we dus minder vangen, dan zou je ook kunnen zeggen, zoals het 2 jaar geleden was, met heel veel middelmaat snoek die nu allemaal richting die meter of eroverheen gaan. Ja, dan vrees ik een beetje voor de toekomst, voor wat betreft de grote vissen. Want er zijn gewoon te weinig kleine snoeken op dit moment.
veel minder als in die jaar. En ja, de oorzaak van minder vangen, daar hebben we al van alles over bedacht, geprobeerd. En ik kom eigenlijk maar tot één conclusie. Het heeft volgens mij natuurlijk per dag wel eens te maken met het weer of de luchtdruk of de stroming of troebel water of niet. Nee, dat zal zeker zo zijn. Maar wat mij opvalt is dat in Zuid-Nederland, op de plekken waar ik kom, ten opzichte van 2 jaar een veelvoud aan professioneel uitgeruste vissersboten te zien zijn. Ik vis met een bellyboot zoals je weet en als ik kijk naar plekken waar ik soms een uur of anderhalf uur redelijk in de buurt op een plek vis, dan zie ik langs mij heen heel veel van die grote boten met livescopes, een batterij aan professionele hengels met allerlei soorten kunstaas en fireballs en weet ik wat allemaal. Allemaal diezelfde kanten afvissen en als je zo'n stek in de gaten houdt, je focust daar een beetje op, dan ja, binnen een paar uur zijn daar meerdere van dat soort boten gepasseerd met meerdere hengels erachter met van allerlei soorten swimbaits, pluggen, sheds en noem maar op. Ja, je kan ervan uitgaan dat die snoeken daar op een zeker moment ook gevoelig voor worden en dat er een ernstige vorm van dressuur ontstaat. Nou, dat is misschien ook wel de reden dat de manier waarop ik vis wat meer dressuur doorbrekend is. Ik zet even mijn telefoon uit, want anders gaat dat storen. Zo. En dus het leuke van mijn manier van vissen is dat het denk ik redelijk dressuur doorbrekend is. En dat resulteert dan waarschijnlijk in iets betere resultaten. Maar goed, dit jaar tot nu toe dus 28 meter plussen en ja, daar ga ik geen video over samenstellen. Dat zou ik kunnen doen, maar dan krijg je toch wel een hele lange video. En ik denk dat dan ook de aandacht verslapt. Dus wat ik in deze video wil laten zien is eigenlijk, je mag dat dan niet de hoogtepunten noemen, maar wel de grootste vissen van dit seizoen. En dan heb ik me geconcentreerd op 1,10 meter en groter. En dat zijn 7 vissen. En daar... Eigenlijk, hè, dat zal je als sportvisser wel herkennen, aan iedere grote vis kleven wel een verhaal. Nou, dat wil ik je graag toelichten. En dat hele verhaal is eigenlijk, even nog een korte anekdote. Bij de start van het seizoen, iedereen kijkt er altijd naar uit. En dan kun je verwachten dat op dat soort dagen in het gebied waar ik vis het bijzonder druk wordt. We hadden ook nog de pech dat het al heel snel erg warm aan het worden was. Dus de omstandigheden voor de recreant, maar ook voor de andere vissers waren daar. En dus het eerste weekend, het laatste weekend van mei, heb ik niet op de reguliere stekker gevist, maar ergens anders. En toen ik uiteindelijk samen met Mike uit België voor de eerste keer op de stekker viste waar ik graag vertoef, was het een super taaie dag. Nou, niet zo vreemd voor dit seizoen en ik geloof dat we 1 of 2 snoeken met z'n tweeën hadden gevangen en we waren eigenlijk, nou ten einde raad is een groot woord, maar wel aan het denken van hoe gaan we van deze dag toch nog een succes maken. En ik zat met Mike te overleggen eigenlijk op heel ondiep water, want we lagen met de bellyboot er bijna tegen de kant aan en ik heb mijn streamer onder mijn bellyboot misschien op 80 centimeter diep hangen en terwijl we zitten te praten wordt bijna de hengel uit mijn handen getrokken en vanuit het niets ving ik daar mijn eerste meter. En daar begon eigenlijk het seizoen met de meters voor mij. En dat was, noem het maar gerust een gelukje, want dat was niet een vis die ik had verwacht. Maar goed, het hele verhaal met de 1,10 meter vissen, dat start op 11 juni. En omdat het in de regio hier erg slecht was, was ik naar een groter stuk water gegaan. En had ik het idee, daar moet ik kijken of ze het daar wel willen doen. Nou, dat was eigenlijk een dag met veel slechter weer als dat ik had verwacht. En ook als dat ze hadden opgegeven. Het was heel de dag regenachtig en zo koud dat je zelfs op 11 juni met een jas dicht moest vissen. En
eigenlijk aan het in de loop van de dag werd het weer beter, maar ik had al zo'n 7 uur gevist en ik had eigenlijk wel een paar vissen gevangen, maar het hield weer niet over. Ik had een 80er erbij en een 92er die ik in de sessiefilm van die dag Quasimodo noemde, omdat hij een bochel in zijn rug en behoorlijk gehavend was. En ik was eigenlijk van plan om ermee te stoppen en ik was terug aan het vissen richting de auto en vanuit het niets in één keer een hele zware vis erop en ik voelde gelijk dat het menens was. En dat resulteerde in de drill die je hier ziet en een vis die alles bij elkaar denk ik mij een kwartier in spanning heeft gehouden. En ik had geen idee hoe groot het beest was, want het duurde eigenlijk vrij lang voordat hij zich voor de eerste keer liet zien. En toen zag ik eigenlijk ook de reden waarom die vis zo moeilijk te sturen was. Want wat later bleek is dat die vis bij het pakken van het aas waarschijnlijk een soort van bocht heeft gedraaid. En in die bocht die streamer heeft gepakt, waardoor de lijn onder zijn borstvin is gekomen. Ja, en ieder die wel eens een grote vis vals gehaakt heeft, die zal dat herkennen. Ja, dan is zo'n vis gewoon niet te sturen. En dit was weliswaar niet vals gehaakt, want de streamer zat gewoon in zijn bek. Maar het maakt het drillen van zo'n vis wel een heel stuk lastiger. En wat je dan soms voelt is het slaan van zijn staart of het verspringen van de lijn. Nou, dat heb ik helemaal niet gevoeld. Dus ik had echt geen idee hoe groot deze vis zou zijn totdat hij voor de eerste keer boven kwam. Ja, het zijn ook vissen die, wat je hier ziet is het weglopen van zo'n vis en dan neemt hij een schot van een aantal meter. Dat lijkt allemaal niet zo spectaculair, maar vergis je niet. Ik zit natuurlijk in een bellyboot en ik flipper mee met de richting waar de vis naartoe gaat. En kun je zo'n vis nog redelijk controleren, maar als je een vis zoals deze van de kant af haakt, ja, dan zijn het wel de vissen die nog een stuk van de packing van je rail aflopen. En, dat heb je dus in een bellyboot niet en dat is een van de voordelen van het vissen vanuit een bellyboot. Ja, en de plek waar ik deze vis gehaakt heb is zo'n metertje of 4, 5 diep. Ik haakte hem denk ik op 2,5 meter. En zoals ik al zei, toch nog wel onverwachts na zo'n dag. Hè, want ja, als ik je vertel dat ik 5 aanbeten in 7 uur vissen kreeg, dan lijkt dat heel veel. Maar ik verzeker je, die aanbeten dat is vaak een paar achter elkaar en dan uren niets. Als je dan zo'n vis erop krijgt, is dit wel een hele aangename verrassing. Ja, de kunst is dan toch om rustig te blijven, niet te overbelasten, niet te gehaast willen en gewoon geduldig afwachten wat er gebeurt, hoe lastig dat soms ook is. Nou, hier zie je hem voor de eerste keer onder de bellyboot doorkomen en dat is best imposant, want het water is hier redelijk helder en als je dan zo'n modelletje Jaws voorbij zien komen, dan ga je hartslag toch nog wel een paar puntjes omhoog. En bij die snoek ook, zoals je kan zien, want ja, dan neem dan toch weer een schot van daar moet ik niet zijn. Nou, daar komt hij eigenlijk heel stuk van me af voor de eerste keer boven en toen zag ik al aan het verdwijnpunt van de lijn dat hij
niet op een normale manier de lijn van zijn bek vandaan kwam. En dat hij eigenlijk bij zijn borstring vandaan kwam. En ja, dan heb je het idee van nou, als hij nu in lengte maar niet tegen kan vallen. Want, maar ja, hier zag ik wel al dat dit een modelletje spoorwiels is, zoals dat vaak genoemd wordt. En, ja, ik had het idee van nou, hier komt hij rechtstreeks naar het schepnet toe. Maar toen hij eenmaal het schepnet zag, toen dacht hij daar toch heel anders over. En een paar imposante slagen met die staart. En ja, dan is het ook weer rustig blijven en wachten tot het moment daar is dat je hem wel kan scheppen. Laat hij er weinig trek in. En hier zit weer een paar minuten tussen. Maar dan komt er uiteindelijk ook een derde poging. En de rondjes worden kleiner. Ja, en er is een voordeel te noemen aan het feit dat in dit geval de lijn onder de vis zijn borstvin doorzat. Want het grootste probleem wat je vaak ziet bij dit soort vis is dat ze op het laatste moment worden gelost. En dat komt dan meestal omdat als zo'n snoek naar je toe komt. En ja, je zal toch aan die hengel moeten trekken om in de buurt van je schepnet te krijgen. Als hij op dat moment zijn bek opent en hij schudt een paar keer en je hebt spanning op je lijn staan, ja, dan loop je het risico dat de haak uit zijn bek getrokken wordt. En, dus ja, hoe gek het ook klinkt, ik was er eigenlijk, blij is een groot woord, maar niet ontevreden over dat die lijn zo liep. Want ja, dan is het eigenlijk, als die goed gehaakt is, niet meer te lossen door het schudden van die snoek met zijn kop en zijn bek open. Dus ja, zoals Cruijff zegt, elk nadeel heeft zijn voordeel, of heeft zijn voordeel. Nou, hier is hij dan toch eindelijk pan klaar. En binnen. Ja, en dan is het afwachten van hoe groot is zo'n vis. Want nou ja, zoals jullie weten heb ik de focus op een 1,25 meter op dit moment. Bij het meten van deze vis bleek deze vis precies 1,25 meter te zijn. En, dat is op de vliegenhengel in ieder geval mijn grootste snoek tot nu toe. Want op dat moment was 1,23 meter de grootste die ik had. Dus ja, de tweede metersnoek en dan meteen een PR. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk om zo vroeg in het seizoen al zo'n vis te hebben. Maar ja, het legt de lat ook weer een heel stuk hoger. Dus op dat moment heb ik 1,30 als nieuwe target gesteld. En dat zal toch een heel stuk lastiger gaan worden. Maar goed, we lopen niet weg voor een uitdaging. Ja, vervolgens focussen ons dus op vissen boven de 1,10 meter. Was het op 16 juli opnieuw raak. En ja, op 16 juli, ik heb het in het verslagje op de video genoemd, Another Day in Paradise. Ja, het was eigenlijk een hele bijzondere ervaring, want die dag had ik 2 meter plus vissen. Ik had in totaal 6 vissen gevangen en op het moment dat ik op een plek aan het vissen was waar zo'n 4,5 meter water staat bij een normale waterstand, zie ik in mijn ooghoek eigenlijk een hele dikke rug aan het oppervlakte draaien. En
ik zag het eigenlijk te laat. Ik zag hem eigenlijk alleen nog maar verdwijnen. En ik had hij had de kleur van een karper. En er kwam ook een groot bellenspoor achteraan. Nou, ik heb in het verleden heel veel op karper gevist. En iedereen die op karper vist herkent dat. Ja, als een karper springt, dan komt er heel vaak zo'n bellenspoor achteraan in de richting waar hij naartoe gaat. Nou, dat was met deze vis ook. En ik twijfelde. En ik denk, ja, het zal ongetwijfeld wel een karper geweest zijn. Maar wie weet. En ik. Ik ben gaan casten en eigenlijk bij de eerste de beste worp die ik op dat bellenspoor gooide en mijn streamer die zink, nou, seconden 4-5 af. Nou, dat houdt in dat hij dan ja, een meter, anderhalve meter diep is en ik strip een paar keer aan die lijn en ik krijg er een beuk op, ja, waar ik gewoon van schrok. En ik schrok niet alleen, maar die snoek schrok ook, want die had ook het idee wat gebeurt hier. Daar had hij ook even niet op gerekend. Ja, ik voelde gelijk, dit is menens, dit is serieus. En ja, dan wordt het ook weer een kwestie van geduld bewaren, rustig blijven. En kijken wat er gebeurt. En, ja, hier zie je dat die vis op zo'n 2,5 meter diep onder mijn bellyboot een beetje over van links naar rechts heen en weer kruist. En, ja, dan is het altijd heel aantrekkelijk om volle pak in die hengel te gaan hangen en te kijken of dat je zo'n vis te zien kan krijgen. Hè? Want je wil natuurlijk, iedereen wil weten, wat is dat dan? Maar ja, ook daar gaat het heel vaak dan weer mis. Hè? Als een grote snoek zijn bek opent en hij schudt een paar keer, hè, dat voel je dan ook op je hengel. Dat zijn de momenten dat het vaak misgaat. Dus rust bewaren en proberen die snoek af te matten en dan uiteindelijk... Ja, dan als de snoek goed gehaakt is, dan win je het. En ik heb ook het afgelopen seizoen wel geleerd om zoveel mogelijk te dubbel strijken. Want kijk, als je krijgt wel eens de opmerking van ja, we zien jou aanslaan met een vliegenhengel. Terwijl de meeste mensen die gewend zijn op zeg maar, een traditionele manier van de kant af of vanuit een boot staande casten te vissen. Ja, die zijn eigenlijk altijd... vissen die met een redelijk strakke lijn. Hè? Dus vissen ze wat dieper, dan is het een intermediate of een zinkende lijn. En op de oppervlakte met een drijvende lijn. En als zo'n vis het pakt, dan sta je lijn bijna strak op dat moment. En ja, dat is een groot verschil met wat ik doe. Want ik heb altijd een redelijke slack in mijn lijn. Omdat ik met een drijvende lijn en een lange linker vis, heb je dus ja, veel meer... Noem het maar even loze lijn, slack die je eruit moet slaan. Nou, als je zo'n vis haakt, is het altijd verstandig om toch in ieder geval, op het moment dat je het even onder controle hebt, nog een tweede keer te proberen die haak te zetten. Want dan, ja, dan weet je zeker dat je hem maximaal hebt gehaakt. En dat is lastig. Ik vind dat zelf ook een discipline die heel moeilijk aan te leren is. Maar het werpt wel zijn vrucht af als je dat probeert en ook doet. Nou, hier ja, zie je die vis boven komen. Hij was even over de bodem gegaan waar het vol met wier staat. Nou, dat zit dan ook aan de lijn. En ja, als je zo'n krokodillenkop boven ziet komen, dan kijk je aan. Ja, dat is toch schitterend. Yes! Ja, en ook dit weer een moment dat je even denkt van nou, hoe groot gaat dit zijn? Hè, dit was niet zo'n hele dikke vis, maar wel een hele lange. En ja, die bleek uiteindelijk bij het meten 1,19 meter te zijn. En ja, gewoon schitterend, ook weer zo'n onvergetelijke ervaring. En ja, bij het terugzetten ook weer het idee van shall we ever meet again? Kom ik zo'n vis nog een keer tegen, want deze vis is in ieder geval nog niet over zijn top heen. Die kan nog gewoon roeien en ik denk dat deze vis hier... Ja, 11 kilo is. En als je zo'n vis in de winter vangt, ja, dan gaat hij makkelijk naar 12, 13 kilo en misschien wel 14. Ja, dan zijn het echte monsters. En mooie tandjes erin. En altijd fijn als je zo'n vis wil terugzetten en direct voel je alweer dat hij... Hoe hij energie heeft en weg wil. En het gevoel van zo'n dikke startwortel in je handen is gewoon schitterend. En daar gaat hij weer.
Ja, als je dan kijkt naar de derde 1,10 meter plus, dat was op 26 juli. En ja, dat was een beetje een vreemde dag, want ik was naar een water gegaan waar ik eigenlijk hoge verwachtingen van had, maar ja, daar was het hartstikke troebel. Het waaide enorm en het stroomde flink. En uiteindelijk besloot de hele boel in te pakken, alles weer in de auto en halverwege de dag toch te verkassen. Ja, en dat bleek uiteindelijk een goede keuze. Ja, wat is een goede keuze? Want ja, het gebied waar ik vaak vis, daar kan het zeker in de vakantieperiode, ja, in 26 juli zit daar middenin, kan het waanzinnig zijn met pleziervaart en roeiverenigingen, zeilverenigingen. En ja, deze dag was eigenlijk niet anders. Het was wel een dag met dreigend onweer, maar er was enorm veel pleziervaart op het water. En ja, ik had de pech dat ik op een zeker moment omringd werd door mensen van de lokale kajakclub. En ja, dat is geen pretje. Ik ben op mijn rust gesteld en ja, je ontkomt er niet aan als de pleziervaart voorbij komt en je hebt er een vis aan dat mensen dat zien en daar iets over zeggen. Maar als je een stuk of 5, 6 kajakkers bij je krijgt die dan ook gewoon daar blijven en willen zien wat er gaat gebeuren. Ja, dat is nou niet echt waar ik vrolijk van word. Maar goed, het hoort er allemaal bij en dat weet je als je op dit soort plaatsen, en dat is niet alleen hier, maar dat is waarschijnlijk op alle grotere wateren in Nederland, in de bouwvakvakantie aan het vissen bent, ja, dan loop je dat risico. Maar zo is ook de reden dat ik in eerste instantie naar een andere plek wilde gaan. Dus, maar ja, dat bleek onmogelijk om daar te vissen. Want als je met een bellyboot op groot water zit en je hebt een windkracht 3 of 4, dan is het al lastig. Dan is het al bijna niet meer te doen. Nou, dat bleek ook van die dag zo te zijn. En, ja, daarnaast het hele troebele water maakte het ook onmogelijk om daar te vissen. Ja, en in deze fase zal je de eerste kajakkers zien komen. En ja, als je op mijn gezicht let, dan zal je ook wel zien dat ik daar nou niet echt op zat te wachten. Maar ja, je kan die mensen ook niet wegsturen. Tja, kijk maar uit. Heb je al veel gevonden vandaag? Ja, ik heb een hele grote hand, dus kom maar een beetje uit de buurt. Een hele grote, jongen. Wat is het dan? Snoep. Ja, vis, maar snoep. Ja, en dan horen daar natuurlijk altijd de adviezen bij van ja, binnendraaien meneer en je moet achteruit varen. En, waarom haalt u hem niet binnen en dat soort commentaren. Ja, ik dacht maar zeggen. En soms denk je dan wel eens van nou, ik wou dat ik hem er maar niet aangehaald had, maar als ik heel eerlijk ben, ben ik toch wel gewoon blij met het vangen van zo'n vis, dan maar onder deze omstandigheden. Het is niet anders. Bij zeggen dat het me nog meeviel, want die kajakkers die bleven gewoon, dat zul je zo zien, rondom me heen hangen en commentaar leveren, maar de rest van de bootjes kijken wel, maar varen uiteindelijk toch voorbij. Ik heb ook geen idee wat er aan de hand is volgens mij. Ja, dit is een vis met een watertemperatuur van zo rond de 20 graden, toch allemaal heel erg diep. Blijft, hè? Want ik heb een leader van 4,5 meter, dus deze vis zit nu gewoon ja, 5, misschien wel 6 meter diep.
en was ook niet van plan naar het oppervlakte toe te komen. Daar komt ie. Ja, meneer, moet je zwemmen. Gelukkig is wel, als de bouwvakvakantie voorbij is, dan zijn dit soort snuiters ook meestal verdwenen. En dan is de pleziervaart ook gelijk gedecimeerd. En de donkere lucht die daar bovenin, die begon langzamerhand wat regen los te laten, en ik had een beetje de hoop van nou, misschien dat ze dan verdwijnen, maar nee, ze wilden toch gewoon zien wat er boven ging komen. Waarschijnlijk totaal geen idee waarom dat zo lang moest duren. Ik was ook wel erg blij met mijn GoPro-cameraatje, want je hebt bij GoPro de mogelijkheid om die camera op wat ze noemen horizon leveling te zetten. En zo'n bellyboot schommelt flink en je ziet toch dat de horizon redelijk vlak blijft en dat het schokken flink gedempt wordt. En hier had ik nog geen wat ze noemen plopkap om een camera heen, maar die heb ik er inmiddels wel omheen en dat scheelt ook nog flink in het windgeruis. In mijn latere filmpjes zou je daar ook minder hinder van ondervinden. Dus even een foto maken of maakt u een selfie? Nee, doe ik zelf. Ja, hij wilde een foto van me maken. En had waarschijnlijk geen idee dat er gewoon een camera stond te draaien. Zeven kennels op de achtergrond. Dan hoop je dat ze naar de zee gaan. Helaas. Ja, zo'n typische zomersnoeker. Het is een vis met een beetje een flubberig buik. Het is niet echt een magere vis, maar ja, hij is ook niet gevuld. Maar ik hoop altijd dat ik zo'n beest dan in de winterperiode toch nog een keer tegenkom. En ook deze, ondanks een watertemperatuur van zo rond de 20 graden, geen moeite om heel snel weer te recoveren en weer vrolijk weg te zwemmen. En waarschijnlijk ook een lesje geleerd. Hè? Dus dit soort vissen die zijn super dressuurgevoelig en er zitten altijd dommerikken bij, maar ik vind het altijd leuk om zo'n vis weer vrolijk weg te zien zwemmen en te hopen dat ik hem nog een keer tegenkom. Ja, als we dan verder kijken, dan was het op 13 augustus weer raak. 13 augustus was een hele bijzondere dag, want het was een vrijdag. Nou, vrijdag de 13e, dat belooft meestal niet zo erg veel goeds. Maar de 13e was ik weer naar groot water toe gegaan. Uiteindelijk begonnen op een plek waar ik al heel snel binnen een kwartier een 1,2 meter ving. Super blij mee natuurlijk. En die werd gevolgd door een 90 centimeter vis. En dat, ja, de verwachtingen voor die dag waren gewoon hartstikke goed. Alleen ja, het probleem weer op groot water is de wind. Dat zie je overigens op deze beelden niet. Of niet zo, omdat dit een plek is die dan met die windrichting redelijk uit de wind ligt. Dus
thuis wel te vissen, maar waar ik 's morgens was, ja, daar liepen golven overheen met schuimkoppen die meer dan een meter hoog waren. En dan ben je eigenlijk veel meer bezig met het controleren van je boot. En te proberen op koers te blijven zodat je serieus en scherp kan vissen. En dus na het vangen van twee grote vissen, een heleboel in de auto, door naar een andere plek. En ja, na het vangen van die 1 meter 2 is morgens op de eerste plek. En na het verkassen had ik al heel snel weer een meter. Die dag had ik in totaal 3 boven mijn meter. Ja, na 2 meter 2 al eigenlijk dik tevreden. Vervolgens kwam deze vis er nog even achteraan. Ja, ook weer indrukwekkend qua kracht op een stuk water waar pak een beetje zo'n 3,5 4 meter water staat met een mooi bodemverloop. Mooie grillige stukken erin en dat zijn dan precies de riggeltjes waar je ze kan verwachten. Dat was in dit geval ook weer zo. Ja, als je een vis, laten we zeggen, boven de 1,5 meter aanslaat, dan voel je direct ook wel dat het serieus is. Aanbeet is vaak rustiger, maar heel solide, het idee of dat ze, ja, of dat je een trottoirtegel op je hengel krijgt, hè, noem ik het altijd maar even. Is misschien wat overdreven, maar echt gewoon een serieuze bonk. En ben je direct wakker, dan weet je ook gewoon van, nou, hier moet ik me even een schaf voor zetten, want dit kan wel eens heel mooi worden. Dat was in dit geval ook weer zo. Ja, na het vangen van al 2,90 meter, is dit helemaal de kers op de taart. Voorzichtiger in die laatste fase, omdat je anders toch mogelijk de haak uit zijn bek trekt. Nou, dat is altijd heel erg zuur. Daar kan ik echt een dag lang een kater van hebben. Dus ik doe het op mijn manier en ik snap die mensen die commentaren geven, maar ja, het is niet anders. Ik doe het op deze manier en dat werpt zijn vruchten af. Een mooie gekleurde vis in het donkere water. Prachtig om te zien. Ja, dan gaan we naar 1 oktober en ja, is ook weer zo'n momentje wat ik eigenlijk nooit meer zal vergeten. Ik heb je eigenlijk al verteld dat we in een hele taaie periode zitten en ja, dat kunnen we eigenlijk wel zeggen over het hele seizoen.
En 1 oktober was ook weer zo'n dag. Het was eigenlijk gewoon heel erg lastig om wat bijzonders te vangen, om beter te krijgen. En die dag, 1 oktober, waren de weersverwachtingen gewoon puur slecht. En men had windkracht 6, 7 uit het westen voorspeld. En eigenlijk de hele dag regen. Dus ik had flink getwijfeld van zal ik gaan of zal ik niet gaan. Want ja, ik vind regen eigenlijk ook niet zo erg. Maar regen in combinatie met veel wind in een bellyboot is gewoon heel erg lastig. En dan, zoals ik al zeg, is het gewoon heel erg moeilijk om op koers te blijven en serieus te vissen. Dus ik had eerst getwijfeld om te gaan. Maar uiteindelijk toch gekozen van nou, ik neem het risico en ik ga wel naar een plek waar ik wat minder last heb van de wind. En, ja, dat bleek achteraf een hele goede keuze, want die dag had ik 8 vissen met een paar hele mooie erbij. En, dus ook deze 1,14 meter. En, ook weer een vis die ik niet zal vergeten, omdat dat heeft niet zozeer met het formaat te maken, maar meer met de manier waarop het ging. Ik had die vis op een stuk water waar 4,5, op sommige plekken zelfs 5 meter water staat. Het was aan het einde van mijn sessie. Ik had het idee van, nou ja, hier heeft het weinig zin om nog door te vissen. Dus ik was eigenlijk aan het flipperen richting waar ik mijn auto geparkeerd had. En dat was misschien nog 1,5-2 kilometer. En ik had mijn streamer op misschien een diepte van 40-50 centimeter achter de boot hangen. In het water. Tegelijkertijd was ik op mijn manier aan het strippen daarmee, maar wel met een snelheid. Waarbij je eigenlijk op 4 meter water veel te snel zou komen, dan kon die streamer op. Ja, eigenlijk vanuit het niets, hè, waar je op zo'n plek verwacht dat die vissen wat dichter bij de bodem zitten, 40 centimeter diep, met ruim 4 of misschien wel 5 meter water eronder, ineens een peuk en een grote kolk aan het oppervlakte. En die vis die is het dus komen halen van, ik weet niet hoe diep, hè, maar van een aantal meter diep. En het water is hier ook flink helder, zoals je aan de flippers kan zien. Ineens in het oppervlakte toch erop gedoken. En dat was, ja, eigenlijk voor mij een enorme verrassing, maar wel een hele fijne verrassing. Op een dag waar ik dus zoals gezegd eigenlijk niet zou gaan vissen. Ja, dat ik toch al 7 vissen had gevangen en dan zo eentje erachteraan als nummer 8. Dan snap je wel, denk ik, dat ik er geen spijt van heb, dat ik dit weerbericht heb genegeerd en daar heb ik toch mee gedaan. Hij buigt over heel de lengte, hij vangt mooi dreunen op, komt geen over.
bovenmatige spanning op die string moeten staan. En dat zie je dus met wat meer fast taper hengels met een progressieve actie wel. En dan zie je dat op het moment dat zo'n snoek schudt met zijn kop, met zijn bek open, ja, zo'n hengel is dan, die wil heel snel corrigeren. Dat soort hengels, die snelle hengels. En dan loop je gewoon het risico dat er net op je haak wat te veel spanning komt te staan. En als die bek dan open is, ja, dan kan die er zomaar uit winnen. Dus ja, die loop is wel mijn van de hengels die ik bezit, mijn favoriete hengel. Meestal waar veel zo bij kan. Nou, dit is dan weer het moment dat je voor de eerste keer zo'n vis aankijkt en hij jou. En deze die kwam ook direct, zoals je ziet, net in. Ja, dat voelt heel goed. Wat een monster. Motor 14, echt een prachtig beest en ook een kerngezonde vis. Hij heeft wel een vreemde beschadering van misschien iets anders, want die had hij ook niet bij mij boven kwam. Want je ziet hier wat spartelen en dan gaat hij over die aluminium bar van mijn bellyboot heen, maar ja, daar beschadigt hij eigenlijk niet van. Dus die rare plek die hij aan de zijkant heeft, die zat er al op. Maakt hem ook herkenbaar voor een eventuele volgende vangst. Maar dit is ook een vis die nog lang niet over zijn top heen is. Hè. Die is nu 1,14. Ja, dat is ook een vis die het potentieel heeft qua bouw om toch echt wel 1,25 of misschien wel zelfs 1,30 te gaan halen. En, die vissen zijn ook redelijk honkvast. Hè. Die liggen soms maandenlang op een plek of misschien kort daar in de buurt. En zullen eigenlijk alleen maar migreren naar andere plekken als er een behoefte aan voedsel is. En dat is met name in de winterperiode, als er minder aasvis komt. Geweldig. Prachtig dus. Gewoon goed gehaakt voor in de bek. En, met een enkel haak toch heel wat prettiger als met al die soorten kunstaas met 2 of 3 kreggen met alle risico's van dien. En die vis is er ook niet beschadigd. Nee, dat is echt punt gaaf. Prachtig beest. En dan is het ook zo, alle keer als je dan over zo'n plek heen vis waar je deze hebt gehaakt, denk je dan zou die er nog zitten. Ze worden natuurlijk steeds slimmer. Ook weer een vis die eigenlijk direct recovered was en ook er vrolijk weer vandoor ging. Ja, dan 29 november. Ook weer een dag dat, dat er eigenlijk wat onverwachts gebeurde. Ik was naar een plek toegegaan waar ik vorig jaar een paar mooie vissen heb gevangen. En dit jaar tot nu toe eigenlijk geen enkele behoorlijke vis op die plek. En een plek waar ik 's morgens al een paar keer overheen gevist was. Maar ja, het is diep in november, 29 november. En dan weet je gewoon... Die vissen liggen vaak heel erg passief op de bodem, bewegen nauwelijks of niet. En aasperiodes, als die er al zijn op een dag, dan zijn ze vaak heel erg kort. Dus soms is 6, 7, 8 of 9 keer over een plek heen vissen heel rustig de manier om dan toch nog een aanbeet te krijgen. Nou, dat was hier ook zo, want ik was 's morgens misschien wel al 10 keer over die plek heen geweest en 's middags toch nog weer even proberen aan het eind van de middag en ja hoor. Dan denk ik, er zit er helemaal geen een, dan ineens toch zo'n vis erop. En dit is echt ook weer zo'n spectaculaire drill, want helaas heb ik dat niet op camera. Ik heb die camera niet op widescreen staan, maar op een normaal filmbeeld. Maar deze vis sprong, en dat is een vis van 1,21 meter. Sprong helemaal uit het water en ik zag het aankomen, ik zag het verdwijnpunt van mijn lijn omhoog komen. Ik denk, nou, hij zal toch niet gaan springen, want dit soort vissen springen normaal gesproken niet en zeker niet eind november. Maar het gebeurde wel, je zag hem echt heel rustig met zijn kop uit het water komen, kracht verzamelen en hij sprong er volledig uit. En ik heb op de originele beelden de pons nog wel staan, maar niet, helaas niet de sprong, want dat zou echt spectaculair geweest zijn om dat op beeld te hebben. Maar neem niet weg dat het mooie beelden van een onvergetelijke drill zijn wat mij betreft.
Ja, en ook hier weer, je merkt aan zo'n vis echt dat het zijn al die grote snoeken, daar zit niet echt veel snelheid in. Er zit massa in, het gaat als heel rustig als een stoomlocomotief over de bodem. En, als je een vis vangt van pak een beet 90 of 95 centimeter, ja, dat zijn die explosieve vissen. En als je zo'n vis verspeelt, denk je, nou, ik heb heel de wereld eraan gehad. Maar ja, ik weet uit ervaring zo langzamerhand wel dat als het heel hard gaat, zijn het meestal niet de allergrootste. Het zijn wel de sterkste vissen vaak. En dit is imposant. En of dat het nou een kunst is om zo'n vis, het is misschien een kunst om ze eraan te krijgen. Maar als je er eenmaal aan hebt, het is een kwestie van rust bewaren. En niet overhaasten. En die vis wordt vanzelf moe en die komt uiteindelijk ook vanzelf naar boven. Ja, en ik had hem gezien en ik had ook gezien dat het een grote vis was. Maar ik had niet het idee dat hij 1,20 meter zou gaan halen. En dat is dan toch na 1,10 meter toch wel weer een magische grens. Het is, als zo'n vis bovenkomt, dan is het niet alleen de lengte, maar het is de breedte en de vorm van de kop die toch anders is als bij een vis van 90 centimeter. Dat ziet er gewoon heel erg serieus aan uit. En als je dat aankijkt, dan is het, heb je het idee dat je een krokodil aankijkt. Met zo'n grote platte kop en die enorme ogen. Dit zijn wel momenten waar je het eigenlijk voor doet. Zo dan. Als je kijkt hoe de hoogte van vis is en de buikomvang, en die heb ik niet gemeten. Dat zou ik eigenlijk eens een keer moeten doen bij zo'n vis. Ik heb vorig seizoen ving ik een 1,23 meter, die had ook zo'n bouw als deze. Nou, die was echt gewoon kolossaal. En dat zijn vissen van 13, 14 kilo. Deze vis die haalt dat niet, maar 12, 13 kilo gaat hij wel halen. Als ik hem zo meteen optil, zul je dat ook zien. Het is gewoon bizar wat daar voor een lichaam 21. Jongen, aan een beest. Prachtig. Er tot nu toe dit seizoen. Geweldig. Monster. Ja, eentje beelden maken blijft toch gewoon lastig. Hier heb je er onderaan de zon op de achtergrond en dan hoop je daar mooie beelden uit te halen. Ik vind het prachtig, en zeker als je een eentje bent om dit te hebben. Maar het kan eigenlijk mooier. Maar dat is het nadeel van in je eentje vissen. Dan moet je het toch op een of andere manier zelf met mijn zelfgemaakte statiefje in elkaar knutselen. Ik vind het toch eigenlijk veel leuker als foto's. Hier kun je eigenlijk die drill bijna weer opnieuw beleven en ook weer terugzien en terugkijken. Mooier als een schoenendoos met foto's, wat mij betreft. Ja, en dan 20 december. Ja, 20 december was ook weer een aparte dag, want we hebben een periode waarin het vechten is tegen een blank en ik ook maar 2 of 3 vissen per dag kan vangen. Dus ik had maar weer eens gedacht, ik ga weer naar een andere plek toe waar het mogelijk misschien toch weer wat anders is dan op het water waar ik normaal gesproken vis. Ik had de pech dat deze dag afgaand water was en dat er bijna 60 centimeter water afging die dag en dat door die stroming het super troebel was met een doorzicht van misschien maximaal
10, 15 centimeter. En dat is ja, voor de streamer, hè, die toch voor een belangrijk deel ook op zicht gepakt wordt, nou niet echt ideaal. Hè. Dan moet je wel heel kort langs zo'n snoek vissen om die streamer in beeld te krijgen en die trilling bij die snoek aan te laten komen. Maar ja, dit is wel zo'n plekje waar iedere doorgewinterde snoekvisser weet, hè, daar liggen ze vaak, hè, in de schaduw, onder de donkere plekken achter zo'n brug. Nou, dit was ook streamer kaarsten naar het einde van die brug, een seconde of 6, 7 af laten zinken en dan heel rustig naar je toe strippen. En ja, is gewoon hartstikke fijn als je op zo'n dag dan uiteindelijk toch zo'n serieuze bonk op je hengel krijgt en direct weet van nou, dit is weer menis. Ook hier weer heel traag, maar wel heel gestaag. En dat is vaak het teken van nou, dit zijn gewoon bovengemiddeld grote vissen. Ja, en het is eigenlijk altijd, ik probeer wanneer ik zo'n vis haak, ver uit de kant te gaan. En maar dit is een smal stuk op een groot water. En op het moment dat je te dicht aan de kant blijft, dan is het vaak zo dat als zo'n vis diep gaat, dan komt hij van alles nog wat tegen. Takken die daar afgezonken zijn en zinkstukken van dijken die erin gestort zijn enzovoorts. Hè. Dus ik probeer zo ver mogelijk uit de kant te komen als dat mogelijk is. Nou, deze vis had dan ook nog een keer de vervelende neiging om steeds te proberen onder mijn bellyboot te zwemmen. Maar dat is lastig, hè, want dan moet je, dat zie je hier ook, terugflipperen om die vis voor je te houden. Want op het moment dat je hem onder je krijgt, ja, dan krijgt die hengel zo'n rare bocht. Dat, nou ja, dat zijn de momenten waar hengels vaak op breken als je niet oppast. Nou, dat zal mij niet zo snel. Ik heb het nog nooit meegemaakt trouwens dat er een hengel brak. Maar ja, dat komt gewoon omdat je probeert te voorkomen dat die hengel in allerlei vreemde bochten zich draait. En dus ja, hier had ik hem al een aantal keren gezien en gezien dat het best een mooie vis was. Maar het blijft gewoon lastig om te schatten hoe groot zo'n vis dan toch is. Maar op zo'n dag, ik had die dag was dit de eerste vis die ik ving. Ja, dan kan je dag eigenlijk al niet meer stuk, hè, want ik was er eigenlijk al van uitgegaan. Nou, de kans op een blank is groter als de kans op het vangen van een grote vis. Nou, dat is de eerste aanbet die je krijgt, gelijk zo'n, nou, noem het maar monster. Nou, dat is gewoon heerlijk, want ik kan de rest van de dag niet meer stuk. En ja, uiteindelijk kreeg ik diezelfde dag nog vier aanbeten. Eén, een starthanger noem ik het maar, zo'n beetje waar je helemaal niks mee kan. En ik haakte nog drie andere vissen, een klein snoekbaarsje die vlak voor de boot loste en nog twee snoeken die ook allebei losten van een centimeter of 70, 75. En normaal is dat een heel vervelend gevoel als je op in zo'n taaie periode drie vissen lost. Maar als je dan al zo eentje hebt gevangen, dan maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit. Ja, ook weer een vis die nog lang niet over zijn top heen is. Hè. Dus hier 1,10 meter. Ja, die vis is volgend jaar waarschijnlijk gewoon 1,20 meter. Of in ieder geval richting de 1,20 meter. Nou, dan kom ik hem heel graag nog een keer tegen. Ook weer netjes gehaakt. Die haakt eigenlijk op dit moment bijna geen één achterin, omdat ze zijn gewoon super voorzichtig. En gewoon lui en traag. En ook deze vis, die, toen ik hem terugzette, was hij eigenlijk direct zo van ik wil weg. Hij begon gelijk met zijn staart te flapperen. En nou heb je dat vaak in de winter wat makkelijker als in de zomer. Maar ik heb er eerlijk gezegd zelf nog nooit een probleem mee. Jammer dat je hem in dat trubbele water niet mooi ziet weggaan. Mooi getekende vis, prachtige kleur.
Nou ja, je ziet hoe troebel het is. En, ja, dat is zeker niet ideaal voor de streamer, maar ik heb wel vroeger draaide ik om en ging ik naar huis. En tegenwoordig heb ik wel geleerd dat, dat het troebele water niet per definitie is dat je gewoon helemaal niks kan vangen. Ah, bier is op, zo goed als. Nou, ook niet erg, want ja, we hebben wat dat betreft de beelden gezien van alle vissen die ik tot nu toe dit seizoen boven de 1,10 meter heb gevangen. Het seizoen is nog niet om. Hè. We gaan januari, februari, maart nog krijgen. Nou, januari is meestal een hele taaie maand. Was vorig jaar in ieder geval ook zo en het jaar daarvoor ook. Maar daarentegen, februari en maart zijn niet de maanden qua aantallen, maar zeker wel de maanden voor de grote vissen. Ik heb, zoals ik je daar straks in het begin al vertelde, vorig jaar eind december had ik 21 meter plus vissen en ik eindigde bij het eind van het seizoen, eind maart, op 33. Hè. Dus ik heb er toen nog 12 bijgevangen. Nou, daar hoop ik op. Ik ga er maar vanuit dat dat dit jaar niet gaat gebeuren, want met 28 vissen zou dat betekenen dat ik ergens rond de 40 zou uitkomen. Nou, dat is een prachtig resultaat zijn, maar ik weet het niet. Hè. Ik denk dat er nog een aantal bij zullen komen, maar ja, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar mijn films het afgelopen seizoen tot nu toe weer. Het abonneren, alle feedback die je krijgt. Ik krijg ook veel vragen over die streamers, de materialen, de manier van vissen. En dat zijn mensen die incidenteel een keer op bijvoorbeeld Facebook een filmpje zien en direct vragen afvuren. Het is jammer dat ze niet even op mijn tijdlijn gaan scrollen om te kijken of daar niet iets te vinden is. Maar daar verwijs ik ze dan wel naartoe. Want over het maken van die streamers, de punkstreamer, de 1.0, de 2.0 en de 1.5 zal ik het maar even noemen. Ja, daar staan de films gewoon op mijn YouTube kanaal. De manier van vissen omschrijf ik helemaal. De materialen benoem ik allemaal. Dus ben je nog niet geabonneerd, abonneer je. En kun je bepaalde dingen niet vinden, mag je me dat altijd vragen. Zijn er onderwerpen die ik nog een keer zou moeten toelichten? Laat me dat weten, dan zal ik proberen daar invulling aan te geven als dat niet al gedaan is. Nogmaals bedankt voor het kijken, voor het abonneren, voor het volgen. En ik hoop dat ik jullie ook komend seizoen weer komend jaar, de rest van het seizoen, weer met heel veel filmpjes kan verblijden. En het liefst veel en grote vissen. Maar goed, we gaan het zien. Dank voor het kijken.